Ja, zie je, daar komt hij. Welkom bij de stream en bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Omega Ruby. Nee, dat is niet Omega Ruby, Ultra Moon Nuzlocke. Het gaat wel goed. Ik heb een heel nieuw team, omdat mijn team gemollywopt werd de vorige keer. Dus ik hoop dat we nu wel gaan winnen. We hebben één water Pokémon waar we het van moeten hebben, denk ik. En verder wordt het alsnog best wel lastig. Maar we gaan kijken hoeveel schade Psyduck kan leveren. Ik heb wel besloten dat mocht ik het nu deze keer niet halen, dat ik ook niet per se nog een keer ga proberen. Dan is het ook gewoon afgelopen, zeg maar. Dus ja, ik hoop dat ik het nu ga halen. Zonder van al die deads de vorige keer. En één keer kan je dat inderdaad leiden, maar... niet twee keer. Ze zijn allemaal level 25 trouwens, de Pokémon's die ik heb gefixt. Misschien dat ik ook nog wel wat aan Mudbray heb. We gaan het zien. Zou ik dat helemaal opnieuw moeten doen of kan ik gewoon meteen tegen die totem ding vechten? Oh nee, je moet opnieuw. Oh, je moet dit ook allemaal weer opnieuw doen. Oh, wel meteen met de hiker. Oh nee, je mag het wel meteen opnieuw proberen met de totem Pokémon. Oké, nou dan gaan we het zien jongens. Challenge bij totem Marowak. Wellicht dat we hem kunnen confusionen met mijn Water Pearls. Dat zou zeker nice zijn. Oh, wat we hem een Waterium zien moeten geven. Oh, dit is zo'n dom begin. Oké. Rubik Break. Dat deed heel veel damage. En dit deed niet zo heel veel damage. Ik heb hem wel geconfused. Dat is positief. Ik hoop dat hij zichzelf hurt in de confusion. Oeps. Oh ja, als hij mij hurt dan ben ik... Ja, dan ben ik dood denk ik, of niet? Oh, dit is zo vermoeiend. Waarom moet ik altijd slechte Pokémon's hebben? En ik wil ook niet overlevelen, want dat is saai. Waarom heb ik alweer Shakira genoemd? Oh, Bulldozer, is dat niet op beide? Ja. Oh, hij snapt nu al out of confusion. Hij protect zichzelf, wat een onzin. Blastle is in ieder geval dood. Dat maakt niet veel uit. Oh, kom op, doe niet zoveel damage. Nog steeds fucking veel. Stamina, oké, defense roast, dat is wel positief. Nice, oké, zo moeilijk was ze niet. Het enige wat jammer is dat we Psyduck kwijt zijn. Mudbray is meteen in MVP, holds of lot. De Fiererium Z. We gaan die Fiererium Z denk ik meteen eventjes aan Fletchender geven. Hey, quickballs, daar hou ik van. Daar gaan we zeker wat aan hebben zometeen. Oeh, en we kunnen ook flyen. Dat is ook super nice. Oh, wacht, dat kunnen we meteen zeker nu doen. Charizard Glide. Waar willen we heen flyen? Naar een Pokémon Center. Mudbray was dus echt de key voor het verslaan van die trial. Maar het is gelukt. Ik ben super blij. Willen we een andere Pokémon? Nee. Laat het even zo. En dan lopen we straks... Volgens mij zijn we al heel snel bij de vierde trial dan straks. We gaan eerst eens heel eventjes... naar de... Z-Stones. Fiererium... Fiererium Z use for hem. Nice. Fiererium Z hebben we niet echt een Pokémon voor. Kan ik hem eventueel geven?
Nee. Oh nee, moeten we dit doen? Ik hoop het niet. Ah, oh, dat moet je doen, hè? Wacht. Nee, ik hoef het niet te doen. Hier kan je Wimpod vangen. En Wimpod is een water-Pokémon, dus die kunnen we goed gebruiken. Dus die wil ik er meteen. Oh jee. Team Recon. Waarom zijn hier nog geen Pokémons? Misschien moet ik eerst met die Pipo's praten. Ja, Paiko, je bent super cool en zo, maar laat me gewoon met rust. Alola. Oké, de Ultra Recon Squad gaat er weg. Nu weet ik weet zeker dat je hier de Pokémon kan vangen. Dat je hier Wimpels kan vangen normaal. Misschien moet ik er even uitlopen en dan weer inlopen. Sorry voor het snotten, maar ik heb echt last van hooikoorts sinds dat het weer lekker weer is. Ja, zie je, daar komt die. Oh. Oké, dat wordt nog wel een dingetje, die Wimpod. Of is dit geen Wimpod? Oh, dit is een Keklian en ik had gewoon moeten wachten op die Wimpod. Oké, nu moeten we de Keklian hier vangen. Maar die wil ik natuurlijk niet in mijn ding. Ik heb wel een goede nickname voor hem. Nice, oké. Ik heb hem in ieder geval wel gevangen. Ik ga hem natuurlijk niet gebruiken, zoals jullie allemaal snappen. Want waarom zou je een Keklian willen gebruiken? Would you like to give Keklian een nickname? Jazeker. We noemen hem Karma. Van Karma Chameleon, snap je hem? Ja. Nou, in deze route dan. Een Pokémon die we mogen vangen. Eerst even hier kijken. Volgens mij... Oeh, dat kan een water-Pokémon. Maar ja, welke water-Pokémon zou je hier nog kunnen vangen? Die ik nog niet heb. Want ik heb Magikarp al. En Wishiwashi, die is natuurlijk wel dood. Vermoeiend. Kom op. Dit is vermoeiend, jongens. Waarom krijg ik niks? Hè? Oeh, Chinchou is mijn nieuwe Pokémon. 1, 2, 3. Nice. Ik hou echt van Quick Balls. Die maken het leven een stukje makkelijker. Ja, we gaan hem zeker een nickname geven. Lamp. En doe mijn party, zeker, zeker. En dan kijk jullie uit mijn party. Dan komt Koras hier nu, toch? Ja. Yeah. Die staat met de Ultra Recon Squad te praten. Dankjewel, Flame Charge. Jij weet dat ik tegen een grasstruil moet, dus hij denkt van hier heb je alvast Flame Charge. Dankjewel. Wat we alvast gaan doen, ik verwacht namelijk dat ze alvast met gras-Pokémon gaan strooien. Dat we Tweety alvast vooraan zetten. Rising Star, nog wat is. Dat is een gras-Pokémon. Even kijken. Dan doen we Ember. Ember is nog niet zo goed. Kan ik hem beter misschien Flame Charge gaan leren zo. Want met Ember kom ik niet zo heel ver natuurlijk. Oeh, Flame Body is super nice. Flame Charge leert hij zelf. Dan kan ik hem best alvast leren. Want het is pas op level 38. Trimbeak, daar hebben we Sean het schaap voor. Thundershock. Oeh. Nog een keer. Attackjes. A flame charge. A use. Ja, zijn attack is ook hoger, dus dat is top. Oh jee, I'm a free you. Nou, I'm a free you.
Wat gaat het worden vandaag? Een stuffel. Oh my god, een stuffel. Even kijken hoeveel damage je tegen... Hij is natuurlijk geen super effect, maar... Oké. Okay. Speed Rose is ook super chill. Hij is nog steeds sneller. Quick Attack ben ik sowieso als eerst. Top. Wat is hier? Oh, dat is... Ja, die camper, ja. Hier kan je volgens mij fossils reviven. Een rare boon. Ah, daar hebben we het Pokémon Center al. En dan gaan we nu al de vierde trial. En na de eerste duurt het even. En dan 2, 3 en 4 zijn heel snel naar elkaar. Ik wil niet naar Festival Plaza. Dit heb ik nog allemaal al een keer gedaan. Pokémon Center. Ik kan daar nog een Wimpelt halen trouwens, bedenk ik me nu. Wacht, dit is geen andere route. Nee, dit is geen andere route. Dus die Wimpelt mag ik niet vangen. Goed. Volgende 3L. Hallo Mello. Oké, wat moet ik ook weer doen voor haar trial? Oh, dan gaat ze soep maken, hè? Dan moet ik al die ingrediënten zoeken. Even onthouden, ik mag hier pas een Pokémon vangen op het moment dat de trial voorbij is. Dus dan maakt het niet uit wat ik eerst tegenkom. En daar lopen allemaal Fomantis. Heel bijzonder dit, oké. Laten we die Pokémon pakken. Super Potion, daar houden we van. Die gaat sowieso een keer van pas komen. Wacht, wat voor... Ik heb de Mago Barrier nu. Ik wil dan weer aan haar geven. Die Fomantis zijn boos. Oh jee. Oh nee, ze zijn niet boos. Ze moeten alleen maar geluid geven. Hier moet ik de volgende weer halen. Wat moet ik hier halen? Oh, we moeten bloemen harvesten. Oké, het zal. Hey, Comfey. Ik snap deze trial niet helemaal, maar dat zal wel. Dan heb je hier die Sudowoodo's toch? Ja. Yeah. Die Sudowoodo's zijn ook van steen, dus. Even kijken, heb ik daar iets tegen? Hij heeft volgens mij een fight aanval. Welke boom was ook weer de echte boom? Dit is de echte boom. Thanks, bruh. Oh. Nu ik dit gedaan heb, kan ik weer terug naar de Tweety. Oké, ik ben erg benieuwd. Jij, vuile Comfey, wat doe je hier? Flame Charge. Sweet kiss, doe eens even normaal. Oh, zeker een dinges, een fairy Pokémon. Tweety kan het best blijven overleven. Steel of Poison. Nou, Nagini. Hier, Intimidate.
Kijk, niet zo heel veel damage. Hij krijgt wel een beetje health erbij. Dat is weer een beetje jammer. Acid, doet dat damage of niet? Kus mij eens niet. Kom op, Arbok. Niet zo moeilijk doen. Dat is wel moeilijk doen, Arbok. Ik vroeg hem niet zo moeilijk te doen. Oh, nog lead sheet. Wat een loser. Eén Acid en is hij dood. Nee, Paddy, je werd niet geroepen, maar leuk dat je er bent. Oh, omdat ik het over Stallers had. Nee, je bent niet geroepen, Paddy. Nee, blijf hier, Paddy, blijf hier. Kom terug, Paddy. Paddy, heb je zin om morgenavond Golet te gaan hunten op de stream?